De natuur zorgt goed voor zichzelf. Neem bijvoorbeeld de geur van een bloem, van een sinaasappel of van een dennenboom. Deze geuren dienen specifieke doeleinden van essentieel belang voor het overleven van een plant. Wat onze zintuigen waarnemen als geuren zijn eigenlijk vluchtige aromatische verbindingen. Kleine organische moleculen die een verscheidenheid aan beschermende, reproductieve en regeneratieve doelen dienen. Deze verbindingen helpen bij het afweren van vijandelijke plagen, het aantrekken van vriendelijke planteneters en insecten en helpen een plant zelfs bij het genezen van infecties of fysiek letsel. Er zijn meer dan 3000 geïdentificeerde verschillende aromatische verbindingen, elk met zijn eigen unieke en functionele chemische bestanddelen en elk hun individuele aroma en voordeel voor planten. Van de blaadjes van een bloem, de bladeren van een plant, de schil van een vrucht tot de hars van een boom. Deze vluchtige aromatische verbindingen bevinden zich overal om ons heen. Direct gewonnen uit deze plantaardige bronnen zijn essentiële oliën veelzijdige stoffen met ogenschijnlijk eindeloze toepassingen voor onze gezondheid. Of je ze nu aromatisch, uitwendig of inwendig gebruikt. Om zeker te kunnen zijn van een maximale kracht, moet je de delicate verhouding tussen de aromatische bestanddelen in de olie waarborgen, die hem zijn gunstige eigenschappen geeft. Deze verhouding is afhankelijk van het gedeelte van de plant dat wordt geoogst, van het jaargetijde of de levenscyclus waarin wordt geoogst, van het gebied en het weer waarin de plant wordt gekweekt en zelfs van de gekozen methode en duur van destillatie. Om die reden is het van belang dat de essentiële oliën van betrouwbare bronnen afkomen. Bronnen die niet alleen volledig toegewijd zijn aan het produceren van onvervalste essentiële oliën, maar die zich kunnen houden aan de strengste productieprotocollen. De natuur zorgt goed voor zichzelf. Zorg dat jij net zo goed voor jezelf zorgt en voor de mensen die je lief hebt.